ik las over Google Maps dat het icoontje van de kaarten-app van Google Maps op een iPhone gericht is op het adres van het Apple hoofdkwartier in Cupertino. Dus wat heb ik getekend? Ik heb zo'n typisch Google Maps pijltje getekend. Een appel en een soort groot gebouw wat een hoofdkwartier is. Want ik heb natuurlijk niet zoveel tijd, dus dat probeer ik gewoon allemaal te tekenen. En het is wel grappig, want nu heb ik dus even nagedacht over wat ik een tijdje terug in feite heb getweet. En het is wel leuk om zo over na te denken.